Lekker wandelen door de Hoogpoort. Dat is al lange tijd geleden voor u zeker. Hoogstpersoonlijk deze morgen door mij schoongemaakt. Allee, niet tot in de details, want het is vrij lastig als je dat bekijkt hier aan die nachtclub, de Abacho. Maar goed, dat moeten we zelf maar doen. Niet veel veranderd, denk ik. De cream is er nog altijd. Die hebben we ook aan de overkant nu zo iets ingepalmd. Dus kijk, we kunnen binnenkijken. Dat zou vrij moeilijk zijn, zeker. Bam, bam. Ja. Dat is een winkeltje hier. Ik zal de gevel laten oppoetsen. Nog solden. Connections. En op weg naar uw favoriete bar. Cirque Centraal. Is toch hier, hè? Denk ik. Ja, dat is hier. De Salsa Bar. Ja, de Carrefour. Altijd handig. Voor last minute ingevingen als ik wil een cake bakken, maar ik heb dat niet in huis. Hop, naar de Carrefour. Maar niet op zondag, blijkbaar. Nog altijd niet. Er is een nieuwe kapper gekomen hier, die totaal geen volk trekt. Kijk, het is zondag nu, maar in de week, nobody. De buur. De mystiek was vroeger iets anders. Het Wergarenstraatje, ook door mij proper gehouden. Elke dag weer. Dus te zien, hè? Geen waarom. Het staat thuis zonder stijgers. Maar dat was misschien vorige zomer al, dat weet ik niet meer. Het staat thuis steeg, vies steegje. Tot voor kort. Elke dag door mij proper gehouden. En wandelen we verder. Er is weer iets te koop bij ons. We hebben nog jaren gezeten, denk ik. Zo'n vreemd bedrijfje dat daar zat. Het was een bedrijfje, blijkbaar toch. Suite. Mode. Altijd iets speciaals hier. Dat is wel voor nieuwjaar. Solden dus. Ja. De plancher. De baas van de plancher knikt altijd zeer vriendelijk naar mij. Hij weet wel waarom. Het Schepenhuisstraatje. Waar Jan is een beetje verder, een week of twee geleden, een grote put is komen maken en sindsdien niet meer is opgedaagd. Ah, Julie, hier stond die graffiti, hè? Met bitch, dat weet je nog wel, maar iemand dat daar Julie is voorgespoten. En dat kon ik toch niet verdragen, dus ik heb mijn potteke anti-graffiti maar boven gehaald en heel dat ding hier proper gemaakt. Dank u, Pijn. De ouderlijke wonst. Ja. En uw kamertje. En ook hier heb ik mij een uur of twee mee geamuseerd. Het verwijderen van graffiti. Het was helgroen. Nu is het een beetje wittekjes, maar goed, dat vergaat wel met de zon. En daar was er ook zo nog een, waar die witte plek is. En voor de rest, clean. Zelfs geen sigarettenstoepjes, want dat hou ik ook mij mee bezig dat er in mijn straat geen sigarettenstoepjes te vinden zijn. Oké, de voordeur.